een beetje uitleg geven over DNS. Informatie, een korte presentatie vind je hier op deze website en deze link hieronder. Presentatieinleiding DHCP en DNS gaat dus ook een klein beetje over DHCP. Dus ik overloop deze twee netwerkservices in een korte presentatie. Je kunt ieder computer zijn eigen netwerkconfiguratie geven, dat is niet de bedoeling. Dat is niet meer schaalbaar, grotere netwerken, heel veel werk. Als je aanpassingen moet doen, moet je alle pc's aflopen, dat is helemaal niet te doen. Dus we gaan dat centraal regelen via DHCP, dat weet je ondertussen ook al. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, gaat vanuit een service, gaat die ervoor zorgen dat de client pc's, de DHCP clients, correcte netwerkinformatie krijgen, correcte netwerkconfiguraties krijgen. Dat is via een zogenaamde DHCP lease. In die DHCP lease zit er van alles in, bijvoorbeeld het IP-adres en de netmask en de default gateway, dat zijn drie belangrijke gegevens. Maar dat kan ook een DNS-server, WIN-server, NTP-server enzovoort enzovoort. Er zijn enorm veel opties die er mogelijk meegestuurd kunnen worden. DHCP gebruikt er voor UDP-pakketten op poort 67 en 68. En er is een hele handshake tussen client en server die vertrekt met een DHCP-discovery van een client zonder IP-adres. Vanuit de DHCP-server komt daar een offer en zo komt er verdere communicatie die je bijvoorbeeld op Wikipedia uitgebreid kunt bekijken. Het is een interessante communicatie waarbij dat de client zeker en vast niet zomaar moet onderdoen ten opzichte van de server. De client kan soms ook bepaalde dingen in de lease forceren. De client heeft nog geen IP-adres, dus die gaat een multicast sturen op laag 2. Dus Destination MAC, want die kent nog helemaal niks. Dan krijgt hij dus antwoord vanwege de server, bijvoorbeeld. Stel dat dit de server is, krijgt hij antwoord van die server en dat gaat dan op IP-niveau nog altijd op een IP-adres die niet bestaat. Maar de client MAC-adres bestaat wel natuurlijk, want die kennen we van de discovery fase. Dus ze moeten elkaar op laag 2 kunnen bereiken. Dat is een complicatie die we later moeten oplossen. Okay. Want als dat de DHCP-server niet op hetzelfde land staat, dan moet er iemand tussen zitten die helpt. En dat doet meestal de router. De router gaat DHCP relayen van op één LAN waar dat de client staat naar het IP-adres Unicast, naar de DHCP-server, naar het IP-adres van de DHCP-server. Die relay agent die dus op die router, die tussenliggende router staat, die stuurt zijn eigen IP-adres mee waarop dat de client aanwezig is en daarmee weet de DHCP-server op welke LAN dat de client staat. En ook nog het MAC-adres van de zender, van de client, stuurt hij ook mee, zodat de DHCP-server op basis van dat MAC-adres ook bepaalde keuzes kan maken. Die opties heb ik al beschreven. Als we geen geldige IP-configuratie krijgen, dan valt een Windows-PC meestal terug naar een automatisch private IP-adres, APIPA, een 169.254 adres. Als je zo'n adres hebt op een machine, weet je dat er eigenlijk iets mis is. Het is ooit bedoeld geweest om een automatische netwerkconfiguratie te kunnen forceren, maar nu weten we ondertussen, als we een 169 adres hebben, dat er een probleem is. De DHCP-server zou normaal moeten controleren of dat het de lease die dat hij uitdeelt, of dat het IP-adres eigenlijk nog niet bestaat, zodat er geen conflict is. Meerdere DHCP-servers kunnen de vraag ontvangen. En dan kan de client dus verschillende offers krijgen. En
De client kiest zelf welke server dat hij wilt hebben. En als de verliezers dan merken dat ze niet gaan winnen, dan gaan ze een zogenaamde withdrawal sturen, zodanig dat ze hun aanbod terugtrekken, hun offering terugtrekken. En dan de winnende DHCP-server gaat gewoon verder met de handshake. Dat leidt tot mogelijke rogue DHCP-servers, valse DHCP-servers, die verkeerde leases gaan uitdelen. Altijd heel gevaarlijk, altijd heel goed voor opletten, want dat is een basis om een netwerk te compromitteren, in te breken op een netwerk. DHCP-server bij Windows is een rol binnen de Active Directory. Daar zal ik later nog een demo van geven. We gaan eigenlijk verder naar DNS. DNS biedt de mogelijkheid om IP-adressen te vertalen in namen. Oorspronkelijk gebeurt dat via de etc/host-file, maar dat is ook niet schaalbaar en dat wordt nu ook niet of nauwelijks nog gebruikt. Behalve in uiterste noodsituaties kun je dat gebruiken. Etc/host bevat een mapping tussen IP-adres en een hostname, maar daar gaan we dus DNS voor gebruiken. Dan heb ik, sorry, domain name service, dat neem ik niet. Ja. Basisidee is, we vertalen een naam in een IP-adres. Kan ook andersom, er zijn ook andere dingen binnen DNS. Daar komen we later nog wel op terug. We gaan ons eerst concentreren op de A en de omgekeerde A, de PTR, de pointer record en de CNAME. DNS-naam bestaat uit woordnamen gescheiden door puntjes en de hoogste in de niveau ligt rechts. Ja, dus bijvoorbeeld www.vlaanderen.be, het hoogste niveau is BE, dan hebben we Vlaanderen, dan hebben we www. Het meest linkse stukje is eigenlijk de naam van de host, of toch de naam waarmee we de host willen aanduiden. Hoeft niet echt de hostname te zijn op systeemniveau, maar wel een naam die we willen gebruiken voor die host. De shortname noemen we dat ook. De volledige samengestelde naam met domein componenten en dan ook het hoogste niveau van het domein, dat noemen we de Fully Qualified Domain Name, FQDN. De meest rechtse groep, BE bijvoorbeeld, noemen we Top Level Domain, TLD afgekort. Daar begint eigenlijk de verdeling van de domeinnamen. TLD's zijn heel gedefinieerd, onomkoombaar, en worden beheerd en 10 jaar geleden of zo sterk uitgebreid vanuit die Milgov.net.com en zo verder, org, en de landscodes, die waren er van vrij in het begin, waren die er, en zijn er andere TLD's bijgekomen en kun je zelf dus als organisatie ook een TLD kopen, zoals Antwerpen of Brussel, weet ik veel. En dan binnen de TLD wordt er dan verder onderverdeeld in hoofddomeinen. Sommige TLD's, zoals UK, hebben beslist om dan nog een onderverdeling te doen tussen commerciële bedrijven, dus CoUK en AC. Dus in België ook heel eventjes geweest, bijvoorbeeld ac.be, maar dat is ook al heel lang dat dat niet meer gebeurt en dat de naam korter gehouden wordt. In België is de TLD dus de .be uiteraard, wordt beheerd door de organisatie dns.be. En die bepaalt de regels voor alle namen binnen BE. Ja. Je kunt ook verder met subdomeinen werken, bijvoorbeeld ond.vlaanderen.be. Niet de naam van een host kan ook, hè, want dat levert ook eventueel dubbels. Maar in dit geval als voorbeeld van een subdomein en binnen dat ond.vlaanderen.be hebben we dan host bijvoorbeeld www.ond.vlaanderen.be. Zoals dit hier, www.ontvlaanderen.be. www is de korte name, de short name. Het domein is ontvlaanderen.be en de volledige naam is de fully qualified domain name is www.ontvlaanderen.be. En let op, dus je kunt ook in vlaanderen.be een host hebben met short name ont en dan heb je dus mogelijke conflicten. Dus let daarvoor op als domeinbeheerder.
Top-level wordt beheerst door de rootservers. Dat is alles uitgelegd geweest. De rootservers zijn clusters, 13 clusters over de hele wereld verspreid. En als daar een probleem is, is er een probleem met het internet. En af en toe, heel af en toe gebeurt dat wel eens om de zoveel jaar. En dat is een zwaar probleem. Dus die moeten zeer goed beveiligd zijn tegen uitval, maar ook tegen aanvallen enzovoort. Want iedere DNS-server heeft zijn autoriteitsgebied, de SOA. Bijvoorbeeld onze DNS-server binnen het domein heeft het autoriteitsgebied van ons domein. De nameservers die die autoriteit aangeven, noemen we nameservers, dat zijn NS-records in het domein. En als ik al eventjes vlug naar onze server ga. Dan kan ik MMC DNS open doen bij de Administrative Tools. Hier zo. En dan heb ik een onderverdeling van DNS, die eigenlijk vrij standaard automatisch is gekomen. Ik heb een forward lookup zone waarvoor dat deze server, deze DNS-server, autoritair is, dat is gwdv.lan, en daar heeft hij dus zijn records. En je ziet hier bijvoorbeeld, ik ga het even proberen wat uit te trekken, dat de SOA record verwijst naar die dc.gwdv.lan met ook nog een zogenaamde contact-e-mail. Dat moet eigenlijk hostmaster@gwdv.lan zijn. Maar de server die bevoegd is, is deze machine. En dat is ook de nameserver, dus dat is de NS-record. De nameserver die heeft hier geen entry, eigenlijk is dat gvdv.lan, NS, DNS, sorry, dc01 gvdv.lan. Officieel, we zullen dat nog zien als we DNS in Linux gaan bekijken. Eventjes. Kijken of dat dit wil werken. Ja. Dus zo. Dus die record die ik nu net heb aangeduid in DNS, staat die eigenlijk gvdv.lan ns dc01 gvdv.lan. Ja. En dan heb je in die voorlaatste regel heb je dan eigenlijk de verwijzing dat die een dc01, en vanwege het feit dat we in de zone gvdv.lan zitten, betekent dat eigenlijk dc01.gvdv.lan, dat die te vinden is onder het IP-adres 1088.0201 A-record. Ja. Dus een nameserver resolven naar een IP-adres, een nameserver opzoeken van een bepaald domein, je gaat eigenlijk in twee stappen. Je krijgt de hostname, en die hostname moet je dan nog eens resolven naar het IP-adres. Oké, waar staan we hier? Dus dat is de nameserver. Iedereen heeft zijn nameservers. En het bevragen of het oplossen van zo'n hostname gaat dus in principe in stapjes, maar dat hoeven we gelukkig zelf niet te doen, of ook onze client niet. Dat doet de nameserver, de DNS-server van onze client doet dat. Ja. Dus wat gaan we dan doen? Bijvoorbeeld voor het IP-adres van www.vlaander.be gaan we eerst op zoek van wie is verantwoordelijk voor BE, wie is autoritair voor BE, en dat vraag ik aan de rootservers, de 13 clusters. Die geeft me dan de nameservers van .be, kies er daar eentje van, en dan vraag ik van wie heeft Vlaander.be. En als ik dan, ik zie daar een fout in mijn slide staat, dat maakt niet uit, en als ik daar de nameserver van gekregen heb, dan ga ik aan Vlaander.be, de nameserver van Vlaander.be, vragen wie heeft www, en dan krijg ik een IP-adres. Dat is nog een foutje van vroeger. Ik moet dan vragen aan een van de nameservers van Vlaanderen.be, moet dat hier zijn. En dan krijg ik een IP-adres, als alles werkt natuurlijk.
Dat gebeurt allemaal voordat je bijvoorbeeld een pagina kunt gaan opvragen aan het IP-adres. Omgekeerde, dus de nameserver behoudt informatie bij persones. Dus hier heb je die zones en je hebt er eigenlijk maar eentje, namelijk gvdv.lan. Iedere nameserver is dan bevoegd voor bepaalde servers en dat staat dan hier. En in die servers, in die zones, zitten dan resource records. Dus zo'n NS, zo'n SOA, NSA zijn resource records. En die moeten daarin bijgehouden worden. De SOA, NS en A heb ik eigenlijk al uitgelegd. De A is het typische forward host to IP record. Maar je hebt ook het omgekeerde, de zogenaamde pointer records. Die verwijzen naar een IP-adres, naar een naam. Nu, zo'n IP-adres is dan een binnen een zone van een IP-range. Ja. Hier, Windows DNS houdt ook reverse lookup zones, maar die is er niet. Zie je het? En dan ga ik eens even kijken, want ik dacht niet dat het zo werkt, maar ik kan hier dus een nieuw A-record manueel toevoegen. En dan heb ik hier Create Associated Pointer Record. Ik ga eens eventjes schrijven. Dus als ik dat wil doen in DNS van Microsoft, dan doe ik test. Bijvoorbeeld als short name, de fully qualified domain name wordt dat. En het IP-adres wordt bijvoorbeeld, ik hou het even keurig in mijn segment waar dat ik zit. Bijvoorbeeld 99, zeg zomaar iets. En ik doe add host. Dan geeft hij een fout, cannot be created, probably because the reference reverse lookup zone cannot be found. Ja, die bestaat niet. Ja. Hier even stoppen. Die test is gemaakt. Maar in de reverse lookup zone heb ik nog altijd niks. Als ik dat correct wil doen, dan moet ik die zone eerst maken. Dan zeg je van, kijk, reverse lookup zone, next. En, ik ga een primary, ik ga daar SOA van zijn. Ik ga dat repliceren in eventueel alles in het forest of het domein. Ik had gewoon standaard laten een IP-versie 4 reverse en een network ID is typical eerst voor de 1088.0. Ja. En dan zie je dus hoe dat die naam gevormd wordt, zeer eigenaardig. Only secure updates doen we. Dat gebeurt vanuit de DHCP-omgeving onder andere, dat dat aangepast wordt. Next. En we zijn klaar. En die zone bestaat hier. Er zit alleen niks in. Ja. Ook wel een SOA en een NS, uiteraard. Als ik nu een nieuwe A-record maak, en dan staat dat hier al aangekruist van de vorige keer, en ik zeg test 2, en ik geef die als IP-adres 10.88.0.101, was vrij zeker, uit host. Successfully created, ik stop ermee, ik ga kijken naar mijn zone hier, die is bijgemaakt, een A-record. Ga hier kijken en ik refresh, en je ziet dat de pointer record ook gemaakt is. Sommige systemen zoeken expliciet naar de twee resource records, om te checken of dat er geen spoofing gebeurt, maar op het internet is dat, levert dat wel wat complicaties op. Dus, maar het is een mooie gewoonte om van de IP-netten die je beheert met je DNS, om daar ook reverse lookup zones van te maken. Dat zijn de reverse, de point records, dus reverse lookup, de PTR's, zoals je hier ziet. Er zijn er nog andere, zoals een mail exchanger, zo heb ik al uitgelegd, de CNAME, de info wordt dynamisch gebruikt ook binnen Active Directory. De CNAME is een alias. Dus als ik hier bijvoorbeeld zeg, nieuw alias, de zaak is CNAME, dan zeg ik van, bijvoorbeeld, www staat er nog niet bij. Nee, ik ga eerst iets anders doen. Eerst een A-record maken voor mijn Linux-systeem. Bijvoorbeeld de C81. Ik zou zeggen gewoon Linux. En die zit op 10.88.0.254. Op dit moment wel niet bereikbaar, staat niet aan.
maar ik maak wel die record. Ja. En daar staat een webserver op. En dan ga ik die aanduiden, niet met een A-record. Ik zou een A-record www kunnen zetten en dan hier ook hetzelfde IP-adres. Ik ga die doorverwijzen via een alias. En soms is dat handiger. Dus de alias name is www en verwijst naar Linux. En dan moet ik de fully qualified domain name geven, evdv.lan. Okay. Het gevolg is, als je surft naar www of connectie maakt naar www, moeten er twee resource records opgevraagd worden. Dat is een nadeel. Het voordeel is dat als die Linux-machine van IP-adres verandert, en dat is bijvoorbeeld met dynamische DNS en DHCP in een Active Directory, dan gaat die alias gaat gewoon mee, ja, omdat daar geen IP-adres bij geplakt wordt. Voilà. Dat is de CNAME. En dat is het, denk ik. Oké. Dus ik ga hier stoppen.